Wat betekent dit voor de paddenstoel? Nou, het is geweldig natuurlijk. Het is echt, we kunnen open blijven. Dus dat is echt super. Het asiel staat al jaren op punt van sluiten. Financiën, problemen met verschillende beheerders, verschillende bestuur. Geen vrijwilligers kunnen vinden, echt van alles. Maar we kunnen open blijven. Het is echt een stuk minder onzekerheid. Het is echt top. De vogelopvang gaat naar de Helderse Vallei, even verderop. Nou, we kijken hier nu uit op een bosgebied waar normaal gesproken bij ons de schapen en de paarden lopen. En wij denken dat daar in de hoek een heel mooie locatie is voor de wildopvang. Hadden jullie al vogels? We hebben vogels, ja. Ja, we hebben gewoon duiven in onze stadsboerderij, onze kinderboerderij. We hebben pauwen, we hebben kippen. Maar we merken wel dat de beste manier om iets te vertellen als het echt dicht bij ons staat. En ook de beste manier om straks de bedrijfsvoering over te nemen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Om dat ook echt op ons terrein te kunnen doen. En dan de bezoekers het ook, de ruim 80.000 bezoekers die hier jaarlijks komen, dat te laten zien. En dat is toch wel een betere plek om dat hier te doen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het echt super dat het geïntegreerd kan worden en dat daardoor de wildopvang kan blijven bestaan. Alleen maar positieve punten. Dat gaat echt super worden. Ja, belangrijk voor Den Helder ook? Heel belangrijk, ja. Voor alle dieren van Den Helder. Het is echt top.